lezing. Ja, hartstikke leuk dat ik mijn leven en ook in het werk heb uitgenodigd om hier een verhaal te komen houden. Vooral ook omdat ik, ja, toen Sander mij vertelde over het boek Hufters en Helden, was ik eigenlijk gewoon helemaal niet zo bloed. Ik vond dat niet te pas, want ik ben eigenlijk zelf met net zo'n boek bezig. Dus ik schoot echt onmiddellijk in een writersblok, zo van, huh, mijn boek is al geschreven. Maar daarom des te leuker dat ik je toch een verhaal mag vertellen. Want ja, ik heb jouw boek ook echt met heel veel bewondering gelezen. Het lezen als een trein, er staan hele mooie voorbeelden in. Hè. Dus wat hij net heeft verteld, is echt nog maar een fractie van alle mooie dingen die erin staan. Maar één van de zinnen die je er ook in zegt is, ja, er is eigenlijk niks persoonlijker dan het, niks universeler dan het persoonlijke. Hè. Dus juist het persoonlijke is universeel. En dit is typisch zo'n al eeuwenoud verhaal dat het gewoon verdient om tig keer verteld te worden vanuit je eigen perspectief. Nou, en mijn perspectief, en dat zal wel zijn omdat ik een beetje een meisje ben, die zijn altijd optimistischer, ja, is juist vanuit een enorm vooroordeel, en laat ik het eerst keer, want dat moet ik maar een deel van jou als mens natuurlijk, maar ja, ik ga uit van het positieve. Hè, dus ik ben van nature ja, een beetje pronoia, dat is het tegenovergestelde van paranoia. Hè, dus ik heb eigenlijk gewoon een soort van het vertrouwen in de mens. Dus vandaar ook de titel van mijn presentatie, Onbegrensd Gul. En ik geloof heel erg dat het zo werkt. En om daar ook een voorbeeld van te geven, afgelopen week, was ik helemaal naar de andere kant van Utrecht gefietst. En juist dan gebeurt het altijd, dan ja, gaat je bal lek. Nou, dat is s'avonds laat, dus ik denk, ik ga me wel met de bus terug. En dan haal ik de volgende dag die fiets wel op. Met de auto, met heel veel moeite, kreeg ik gewoon mijn fiets in die auto gebeurd. En reed daarna naar de fietsenmaker. Maar goed, een fiets erin wurmen is kennelijk makkelijker dan eruit krijgen. Want op het moment dat ik voor die fietsenmaker stond, midden in de burgemeester rijden, staat heel druk. Dus ik schaamde me ontzettend, omdat ik ontzettend te duwen en te trekken zat aan de fiets. Maar ik was er eigenlijk ook wel van overtuigd, zo van, nou, ben benieuwd hoe lang hier ik in mijn eentje sta te duwen en te trekken. En ja hoor, en binnen no time sprong een man mij te hulp en ja, die haalde mij samen met mijn fiets eruit. Maar goed, ik besef ook dat we soms een beetje hufterig zijn. En Kim zit me al in de zeemacht aan te kijken. Want met Kim en met Jaap ga ik heel vaak op zondagochtend hardlopen. En Kim die doet natuurlijk voor Permanent Bertha ja, allemaal super gulle, heldhaftige dingen. En een van de heldhaftige dingen die ze doet is ja, het aan het werk of activiteiten helpen van vluchtelingen. Dus daar was ze echt heel vervlogen aan het vertellen, terwijl we aan het hardlopen waren. En op een gegeven moment is er, ja, op het jaagpad, daar is een beetje zo'n hekje. Hè, waar maar één iemand tegelijk door kan. En ja, terwijl ze aan het vertellen was, voet pikten ze voor op mensen die gewoon daar aankwamen lopen. Ik vertel dat iets gezegd worden door een ander. Hè. Dat is mijn eigen zelfmisleiding. En dat vond ik echt een prachtige illustratie van dat we eigenlijk tegelijk, ik bedoel niet, maar Kim wel. Oké, goed. Ik wilde eerst eigenlijk aan jullie vragen, ook om wat interactie, want we hebben het tot 10 uur begreep ik. Zo van, ja, we hebben het eigenlijk over als we het hebben over gulheid. Zouden jullie, ja, dus met je buurman of buurvrouw uit willen wisselen van wat is nou zo'n gulle daad? En om zelf misleiding te voorkomen, vraag niet geen gulle daad die je zelf hebt gedaan, maar die jou is overkomen. Dus zou je daar eens over willen uitwisselen? Wat voor guls heeft iemand anders jou aangedaan? Thank you.
evolutionair psychologisch perspectief beschouwt, dan, ja, je helpt je eigen genen, hè? Dus, toen kwam ze naar buiten en in paniek zag ze dat de sleutels al weg waren, maar fiets was op slot. En toen sprak de jongen haar aan en zei, hé, is er iets nou van jou? En zij reageerde eigenlijk heel erg van, hé, wat moet die vast van mij? Ja. En toen legde hij dus uit van, hé, ik heb de fiets op slot gedaan en je sleutels binnen ingeleverd. Maar omdat ik ook dacht dat ik misschien niet ben dat je binnen moet om te vragen, ben ik toch teruggelopen en zo om te wachten. En waarom zijn we gul en hoe kunnen we met z'n allen nog guller worden? Ja, nog zo'n voorbeeld. Hè. Het was eigenlijk van in het weekend dat jij ook aan die Mutmasters meedeed. En ja, mijn mentor, ja, volgens mij vertelde jij het dus, zo van, dat net in dat weekend reed een vrouw met haar kindje hup naar de sloot in. En ze werd eigenlijk gered door een Mutmaster. Niet iemand die daarna aan zo'n modderbeest mee kon doen. Maar ja, toen zeiden we ook van ja, dat is nogal virus. Want hij wist toch al dat hij de sloot zou spelen. Dus ja, is dat dan eigenlijk nog wel zo'n investering die hij daar doet? En dat wijst eigenlijk meteen naar dat er eigenlijk allemaal factoren zijn, beïnvloedende factoren, die maken of mensen nou wel of niet anders hulp komen. Nou, gulheid, of eigenlijk ook helder gedrag, wordt in de sociaal-psychologische literatuur ook wel omschreven met het niet bestaande woord prosociaal gedrag. Het staat er niet in het woordenboek, maar de definitie daarvan is dat het gaat om spontaan gedrag ten dienste van een specifiek individu, meestal een vreemde, dus niet je zus, zonder vooruitzicht op een extrinsieke beloning. He, dus inderdaad, want als hij daar zijn dochter of zijn vrouw uitsloot aan het rennen is, dan is het strikt genomen volgens de definitie van sociaal-psychologen geen prosociaal gedrag. Nou, sociaal-psychologen die doen eigenlijk al sinds de jaren 60, 70 onderzoek naar dit fenomeen. En dat doen ze met het zogeheten, wat heel populair is het zogeheten item dropping paradigm. Nou, wat het is, wat jullie uitleggen. Een van de eerste experimenten die is gedaan, is dat een onderzoeker, die staat in een lift. En die wacht net zo lang tot een onschuldige proefpersoon bij hem of haar in de lift gaat staan. En op het moment dat die lift omhoog gaat, dan laat die onderzoeker een heleboel pennen vallen. Dus een item dropping paradigm. En dan is dus de vraag van, goh, wordt hij wel of niet geholpen met pennen oprapen? Nou, en in het ene geval, en dus wat ze dan ook doen, is dat het varieert. Dus soms is de onderzoeker een man en soms is het een vrouw. En de ene keer is die lift ergens gewoon in de grote stad en de andere keer op het platteland. Nou, mogen jullie raden in welke conditie de meeste pennen worden opgeraapt? Heel goed, meer een psycholoog. Ja. Nu is dit item dropping paradigm daarna nog heel veel keren herhaald, onder andere op Utrecht Centraal. En op Utrecht Centraal gingen de onderzoekers naar een wachtruimte toe en die vroegen aan gewoon een willekeurig iemand van zou je dus willen terugdenken aan een situatie waarin je totaal ongeremd voelde? En dat was de zogeheten experimentele conditie. En dat was ook nog een controleconditie. En dat was gewoon van denkstuk van de dag van gisteren. Nou, daarna moesten in beide gevallen moesten ze twee vragen beantwoorden. Wat dacht je toen en wat voelde je toen? Nou, al die proefpersonen schreven er braaf op. Daarna werd de vragenlijst ingenomen. Ging de onderzoeker weg, maar er was al een handlanger. En die handlanger die stond op, zogenaamd om de trein te halen en liet een heleboel pennen vallen. En dus bleek dat in de zogeheten ongeremdheidsconditie, hè, waarin mensen het gevoel hebben van alles kan en alles mag, ja, dat ze gewoon significant vaker meer snelle pennen willen oprapen. Recent is dit nog een keertje herhaald en dit wordt een nog mooier experimentele setting, want het was namelijk in de Amsterdamse kroeg. Door Paul van Lange. En ik hoorde dit eigenlijk gewoon op de radio vermeld worden. Want wat deed Paul van Lange?
die, ja, die ging dus naar een kroeg en dan op een gegeven moment plukte die iemand van de bar weg en zo van, goh, wil je meedoen aan een experiment? Maar voordat die persoon liet blazen op zo'n pijpje om te kijken hoeveel alcohol hij ingenomen had, ja, lieten ze al die pijpjes vallen op de grond. Nou, wat bleek? Hoe hoger het alcoholpromenage in het bloed, hoe sneller mensen hielpen met pennenvragen. En het is ook weer zo'n bewijs voor iets wat anders is dan het bystander effect. Olaf schrijft trouwens heel mooi over het bystander effect. Hè. Dat je bewust bent van het bystander effect en dus ook gaat ingrijpen. Maar ja, een alternatieve verklaring voor het bystander effect is dat we ons vaak geremd voelen om het goede te doen. Nou, en ik hou er dan van heel erg om dat door te vertalen naar iets wat jij feitelijk, Olaf, ook doet. Namelijk dat we eigenlijk in organisaties en in heel veel omstandigheden zo ongelooflijk veel regels en procedures hebben ingesteld, dat we eigenlijk niet meer ons pro-sociale zelf durven zijn. En daardoor ons afvragen van, mag ik eigenlijk wat doen? Kan ik wat doen? Ben ik degene die moet helpen? En dus we voelen ons eigenlijk geremd om het goede te doen. En daar hoort natuurlijk wel bij dat de mens ook van nature, hè, als hij ongeremd handelt, kennelijk meestal pro-sociaal is. En dat blijkt ook zo te zijn. En er zijn testjes, je kunt het heel makkelijk op Wikipedia ook vinden, waaruit blijkt dat ongeveer 60-70% van de mensen het heel erg belangrijk vindt om uitkomsten gelijk te verdelen tussen zelf en ander. En dat is ook wel de manier waarop je pro-sociale waardeoriëntatie meet. Ongeveer 30-40% is competitief van aard, nee, individualistisch van aard, dus die wel zelf heel veel hebben, kan niet schelen wat een ander krijgt. En dan heb je nog zo'n 5-10% is competitief. Je wil het verschil tussen zelf en ander maximaliseren. Dus je zou een hypothese ook kunnen hebben dat in situaties van ongeremdheid de competitieve link juist gaat vechten. Dat onderzoek heb ik nog niet gelezen, dus ik moet nog naar zoeken. Goed, pro-sociaal gedrag. Net als Olaf ben ik heel erg van mening dat het echt ingebakken zit, of het is niet een mening, er is heel veel onderzoek gedaan, in de mens. Wij laten ons sterk leiden door de norm van wederkerigheid. En dit is een modelletje wat staat in een artikel van Noah in Sigmund uit Nature. En wat aangeeft dat we zowel in staat zijn tot directe wederkerigheid, die heel erg de grondslag ligt van alle transacties, alle economische verkeer, maar ook gewoon loon in ruil voor arbeid, een auto in ruil voor 10.000 euro. Maar het bijzondere van de mens, waarin we eigenlijk ook wel afwijken van ietsje lagere zoogdieren, is dat we ook in staat zijn tot zogeheten indirecte wederkerigheid. Of sommigen noemen het ook wel asynchrone wederkerigheid. Hè, maar het feit dat wij niet onmiddellijk zelf wat terug willen hebben, maar dat we het ook oké vinden dat het goede toekomt aan de samenleving. Of dat we er eigenlijk heel geduldig op kunnen wachten. En dat komt volgens Novak en Sigmund eigenlijk in twee smaken. Namelijk aan de rechterkant heb je A helpt B en C helpt vervolgens A. En dat doet C omdat A met zijn of haar hulpgedrag een goede reputatie heeft opgebouwd. Dus die verdient het om geholpen te worden. Terwijl aan de linkerkant gaat het meer om modeling. En dus iemand heeft het goede voorbeeld getoond, A. En dan denkt B van, oh ja, dat kan ik eigenlijk ook wel doen. En die gaat dan vervolgens C helpen. En die indirecte wederkerigheid, daar zijn we heel goed in dus. En dat gaat soms zelf nog verder. En daar wil ik jullie eigenlijk eventjes een filmpje van laten zien. Maar die moet met een andere laptop in de weer. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Dus ik kom hier. Thank you.
voorbeeld te zien. Ja? Ja? Ja, het is te zaad. Nou, kijk toch maar even. Ik kan ook gewoon vertellen, hè? Think of my dear, dit kan je nog lezen. To change our world. And put it into action. Dit is jullie opdracht. Je krijgt er extra punten voor. Wil je dat doen? Oh nee, hè? Ja. Bummer. Weird. Weird. Crazy. Hard. Bummer. Wat, how about possible? It's possible. The realm of possibility exists in each of you. Here. Heel groot zijn. Iets wat ze niet zelf kunnen. Dus doe ik het voor hun. Niet voor hier. Ik ben niet zo goed in wiskunde, maar volgens mij gaat dat heel hard. Ik denk dat het een goed idee is. Het is de honor system die mensen bedoelden in de boel. Ja, het komt omdat jij dat doet. Je hebt een utopisch idee ingebracht, zegt de leraar. Zoals een perfecte wereld. Zo, ja, en? Enfin, nou, de reden dat ik dit wilde laten zien is niet alleen maar dat het een mooi voorbeeld is van hoe P het voorbeeld werkt, maar ook omdat er nog iemand was die het heeft gezien, namelijk Frans van Houten. God, dat gaat niet alleen maar helemaal mis. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Goed, ik heb geen filmpjes meer, dus nu gaat het beter. Maar de reden dat ik dit laat zien, is dat er nog iemand van dit heeft gezien, namelijk Frans van Houten, CEO van Philips. En die keek naar, hij was ook helemaal ontroerd. En op een gegeven moment was hij uit eten met een paar belangrijke mannen, waaronder Wiebe Draaier, toen nog voorzitter van de CERT. Mark Rutte was erbij en nog een van de grote bankier. En toen ze dat eventje hadden, zei Frans van, oh, wat vond jullie meegenomen? Namelijk de film Pay It Forward. Nou, die heeft hij toen uitgedeeld aan iedereen. En toen zeiden die mannen tegen elkaar, allemaal mannen, zo van, goh ja, wij zitten eigenlijk wel op zodanige posities dat wij toch in staat zouden moeten zijn om volgens hetzelfde principe als Pay It Forward Nederland een beetje beter te maken. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot dit initiatief. Samen maken we Nederland. En het heet NL 2025. En het is dus opgericht door Wiebe Draaier, Frans van Houten en nog een paar van die big shots. Ze hebben daarna ook een survey gedaan onder allemaal Nederlanders. En op basis daarvan eigenlijk drie thema's geformuleerd. Namelijk, we willen dat we in Nederland gewoon beter gaan leren. Dat het onderwijssysteem beter wordt. We willen gaan voor duurzame groei. Dus niet alleen maar groeien in termen van geld. Maar ook in termen van planeet. Hè, duurzame groei. En we willen dat Nederland vitaal is. Dus we willen echt investeren in vitaliteit, gezondheid van mensen.
Nou, inmiddels zijn er een paar congressen geweest. Eentje over het onderwijs, dat echt alle schoolhoofden zijn uitgenodigd. Eentje over NL Groeit, wat over duurzame groei ging. En binnenkort komt er ook een over vitaliteit. Nou, ik, naïeveling, vind het dan echt fantastisch, zo'n initiatief. Dus toen er over geschreven werd in de krant, en ik dat meteen op twitteren. Maar dan valt eigenlijk meteen altijd op dat niet iedereen het daarmee eens is. Dus dat dan, ik zag een tweet bijvoorbeeld van Jan Hofman, die zei van, oh, leuk hoor, maar het is wel heel erg top-down. Dus eigenlijk altijd ook onmiddellijk argwaan. Dus dat vind ik interessant van, om straks ook in het gesprek te duiden van, hoe kan dat nou eigenlijk, dat we mensen oprecht overtuigd zijn dat ze het goed menen, dat het daar eigenlijk ook altijd een beetje pissig om worden. Een ander voorbeeld was dit weekend al. Toen stond er in de krant een interview met Cor Boonstra. Dus die vond dat de mama's afgelopen moest zijn met de bonussen. Nou, ook daarover heb ik een tweet gestuurd zo van, nou, wat prachtig allemaal. Toen kreeg ik ook meteen van mijn collega Karsten Dreun een tweet terug, zo van, schandalig dat hij dat nu pas doet. En die maandag stond een column van Shaila Chitansi in de Volkskrant, het oude mannenfenomeen. Van ja, want dan zijn ze eindelijk op leeftijd, ze hebben al hun bonus aan binnen gehaald. En ja, hoor, dan gaan ze eindelijk teruggeven. Goed. Wat ik ook nog wil vertellen is, ik ben geïnspireerd geraakt door een aantal boeken. Dus ik wil een aantal van die boeken met jullie doornemen. Eén heel mooi boek is van Adam Grant, Give and Take. En Adam Grant heeft een simpel wereldbeeld, die deelt mensen in drie types, namelijk de gevers, de nemers en de matchers. Nou, gevers, dat zijn mensen die geven meer dan ze nemen. En bij takers is het andersom. En bij matchers is het gewoon heel erg die directe wederkerigheid. Ik wil je wel helpen, maar dan wil ik eigenlijk wel onmiddellijk wat van jou terug. En Adam Grant laat eigenlijk door middel van onderzoek zien, en ook heel veel anekdotisch bewijs, dat de zogeheten givers, dat die heel vaak bovenaan de maatschappelijke ladder eindigen. En ze, givers get lucky, zo zegt een van de geïnterviewden in zijn boek. Helaas eindigen ze ook heel vaak helemaal onderaan. En dus dan in de rest van het boek beschrijft Adam Grant dan van hoe dat nou eigenlijk komt, en dat zal ik zo ook nog verklappen. Maar een van de eerste dingen die hij beschrijft is dat givers en takers op heel veel verschillende manieren netwerken. En dan noemt hij aan de ene kant het voorbeeld van een Kenneth Lay, die is ooit CEO geweest van Enron. Nou, Enron is zo'n energiereus die helemaal aan fraude ten onder is gegaan. Nou, en waar Kenneth heel goed in was, was eigenlijk hetzelfde als Adam Rifkin, in netwerken. Alleen de manier waarop zij allebei netwerken is totaal verschillend. Kenneth is van het type likken naar boven en trappen naar onder. Dus alle belangrijke mensen, die zag hij staan, maar alle mensen waarvan hij dacht, heeft toch niks aan, ja, die zag hij dus niet staan. Dus totaal anders dan Adam Rifkin. Adam Rifkin die heeft eigenlijk in Amerika, in Silicon Valley, ook een meet-up groep opgericht, met dezelfde website. Die heet 106 Miles. En dat is, daar zijn 5000 ingenieurs lid van. En wat zij eigenlijk doen is niks anders dan elkaar helpen. Dus heel veel aan elkaar leren. Het lijkt net een permanent beta community. En die Adam Rifkin die zit er dan gewoon helemaal middenin. Als een soort van panda-peer wordt je eigenlijk ook dan genoemd. Hij schijnt heel groot en dik te zijn. En wat hij dan doet is gewoon 5-minute favors uitdelen. Net dus gewoon hulp geven die hem eigenlijk heel erg weinig kost. Maar die voor de hulp ontvangen heel veel oplevert. Nou, Adam is ook ongelooflijk succesvol en weet het nut uit zogeheten zwakke banden te halen. De Strength of Weak Ties. Dat is ook een invloedrijk artikel geweest van een Renovetter, een socioloog. En Rifkin is daar heel goed in. Want ooit richtte hij een website op, die bouwde hij helemaal gratis en voor niks voor een toen nog onbekend popbandje, Green Day. En die kreeg binnenkort een keer heel veel fans. En toen was er een Graham Spencer, en die kwam naar Adam Rifkin toe. En die zei van, Green Day is leuk, er zijn nog wel 10 veel coolere rockbands, dus kun je daar ook niet wat websites voor bouwen? Nou, dat deed hij er ook even bij. En die Graham Spencer die werd later een enorm rijke internetondernemer. Dus toen op een gegeven moment Adam Rifkin 5 jaar later naar Silicon Valley verhuisde, stuurde hij een mailtje aan Graham Spencer zo van, je weet misschien niet meer wie ik ben, maar ik ben die
die jongen die destijds die 10 websites heeft gebouwd, dus mag ik een keertje bij je langskomen, want ik heb een vraag. En dus zo was hij aan het reconnecten en dat is een hele goede manier om niet zozeer van direct reciprocity te matchen, maar gewoon echt te wachten op de hulp die na lang jaar, in dit geval 5 jaar, uiteindelijk wil weer bij je terugkomt. Nou, dat idee van die 5-minute favor, ja, dat is dus heel belangrijk. En omdat we eigenlijk ook op zoek zijn naar een betere wereld, ja, wou ik dat eigenlijk gewoon helemaal eventjes doen. Dus draai je eventjes op naar een totaal onbekend iemand, hè, van de strength of weak ties. En bepaal eventjes wie van jullie bij je een soort van hulpvraag heeft. En help de ander met wat je kan. De tijd gaat nu in je leven 5 minuten. Ik weet van Martijn Aslan bijvoorbeeld dat hij wel eens met zijn lezing begint met van wie in de zaal is wel eens onzeker. En dan steekt niemand zijn hand op en dan zegt hij vervolgens van wie is zo onzeker dat hij niet eens zijn hand durft op te stellen. Bij verkopen helpt het heel erg als je gewoon vragen stelt. Hè? Dus dat is een techniek die ik ook heel veel in acquisitiegesprekken gebruik. Ik ben consultant, dus ik heb me helemaal niet voorgesteld. Maar een van de dingen die ik doe is gewoon adviseren over dialoog en inzetbaarheid op de werkvloer. En er zijn heel veel acquisitiegesprekken waar ik eigenlijk helemaal alleen maar vragen stel. Gewoon niks over mezelf vertel. En daarna, dat blijkt uit onderzoek, dat mensen die alleen maar vragen stellen, samenvatten en doorvragen, die worden vaak als veel intelligenter gezien dan mensen die eindeloos oreren. Dus dat is ook een slimme manier. Overtuigen, blijven praten, kan soms ook heel erg helpen. Ik deed het laatst ook weer, zoals het model over situationeel leiderschap aan het uitleggen, ik liep echt gewoon totaal helemaal vast.
Ik snapte er helemaal niks meer van. En toen ging uit de zaal gingen ze me helpen met het uitleggen aan mij van dat model. Maar wel met als gevolg dat het model uiteindelijk veel beter in de hoofd en in de vingers belandde dan wanneer ik dat heel overtuigend had verteld. Nou, en onderhandelen. De beste manier om te onderhandelen is om advies te vragen. En Brandy schrijft een heel mooi voorbeeld van iemand die moest verkassen van de ene naar de andere kant van Amerika voor het werk. Maar die was ook net begonnen aan een soort van dure opleiding. En die dacht zich van, ik wil het eigenlijk afmaken. Dan moet ik dus elke week gewoon duur op en neer vliegen in vliegtuig. Dat kan ik eigenlijk niet opbrengen. Dus die ging naar haar HR-directeur en die zei van, als je nou in mijn schoenen zou staan, wat zou jij dan doen? Nou, toen zei die HR-directeur van, ja, de raad van bestuur vliegt elke week op en neer. Dus ja, er is vast nog wel een plaatsje over. He, dus dat is de beste manier om te onderhandelen. Ja, en dan de oplossing, he, gewoon het geheim van, goh, Adam Grant beschrijft dat givers soms onderaan en soms bovenaan maatschappelijk belang eindigen. En dan is het natuurlijk gewoon de vraag van, waarin onderscheiden ze zich nou van elkaar? Nou, en dan zegt hij zo van, ja, je hebt twee soorten givers, namelijk de self-sacrificing givers, die geven heel veel om de belangen van anderen, maar die vergeten zichzelf. Dat zijn doormats, zoals hij in het Engels zegt, of in goed Nederlands, gekke henkies. Ze helpen altijd en overal aan iedereen en ze vergeten zichzelf totaal. Dat is heel anders dan de succesvolle gevers. Dat zijn een soort van uitgestelde matchers. Dus die hebben een soort goede intuïtie voor wie handig is om te helpen, want daar komt ooit wel eens wat goeds van. Of dat nou voor jezelf is of voor je community. Het bestaat onbaatzuchtig geven, gulzen en bestaat dat maar eigenlijk wel. Nou, daar zijn psychologen heftig over in debat met elkaar. Links zien jullie Robert Cialdini, die heeft die priemerige oogjes, dus heel logisch dat die stelling heeft puur altruïsme bestaat niet. En dan aan de andere kant Daniel Badson, een hele vriendelijke, goede van lachen. En die zegt puur altruïsme bestaat wel. En dan komen ze met allemaal experimenten om elkaar te overtuigen. En op een gegeven moment zegt Cialdini zo van ja, uiteindelijk help je altijd ook voor jezelf, al was het maar voor de helpers high, hè, dat je jezelf hartstikke goed voelt en dat je haast één voelt met de ander. En dat haast één voelen met de ander, ja, dat is eigenlijk gewoon de synthese van die these en antithese van Cialdini en Daniel Badson. En die wordt gegeven door Frans de Waal, die ook in het boek van Olaf veel en terecht over gesproken wordt. Het geheim achter onze coöperatieve aard is dat zelf en ander soms samengaan, fuseren. En daarmee wordt hij eigenlijk haast boeddhistisch, want in het boeddhisme bestaat zoiets als de bodhicitta. Dus dat is een soort de verlichting die je voelt als je het gevoel hebt dat alle levende wezens, inclusief jijzelf, er mogen zijn. Hè? Dat je deel bent van één grote energie die liefde heet, et cetera. Dus dat is waar het boeddhisme naar streven. En dat is dus ook beschreven in het boek van de boeddhistische monnik Mathieu Ricard. Nou, dit is een beetje te veel om heel kort uit te leggen. Het zijn 880 pagina's, 43 hoofdstukken, 5 vragen, belangrijke vragen over altruïsme. Maar waar Ricard uiteindelijk op uitkomt, is dat we echt toe moeten naar een caring economy. En dat is feitelijk ook de boodschap die jij in je boek geeft. En ja, die ik ook in mijn boek graag zou willen opschrijven. Dat we er niet komen door in de economie alleen maar te streven naar winstvermeerdering en het plezier van aandeelhouders. Maar dat we echt op gericht moeten zijn om continu win-win-win deals te maken. In dit geval de deal dat organisaties zowel ten goede bijdragen aan profit, maar ook aan people en aan planet. En dan een ander boek, Empathie. En dat vind ik mooi om te bespreken, omdat het ook weer zo prachtig aansluit bij het boek van Olaf, die ook zegt van, we moeten nieuwe gewoonten aanleren. En dat is wat Roman Krasnaric ook heel erg benadrukt. En die heeft het over een empathierevolutie. Ik vind hem heel mooi, omdat hij een praktijkgerichte filosoof is, die niet alleen omschrijft wat empathie is. Empathie is dat je gewoon echt in de schoenen van een ander gaat staan, om die ander echt te begrijpen en vanuit dat begrip te komen tot oplossingen, tot situaties waarin zowel de ander als jijzelf rijker wordt. Niet
in termen van geld, maar in termen van ja, mentale groei. En hij pleit voor 6 gewoonten. En de eerste gewoonte is, ja, zet je empathische brein aan. Want 98% van de mensen zijn in staat om zich te verplaatsen in de ander. Het zijn alleen de ultieme psychopaten en narcisten die dat helemaal niet kunnen. Maar de meeste mensen die kunnen dat. Maak een verbeeldende sprong. Een verbeeldende sprong is massaal gemaakt. Dat is natuurlijk gewoon toen dat hele zielige ja, Syrische jongetje op het strand zagen liggen. Hè. Dat maakt het alleen eens ons allemaal mogelijk om ons te verplaatsen in wat het is om als gezin te moeten vluchten. Zoek ervaringsavonturen op. En tenslotte ontketen een revolutie. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon moet beginnen. En volgens mij zijn we en dat beginnen is dat je eigenlijk in het hier en nu gewoon moet gaan helpen. Heel simpel. Oké, ik ben erbij hoor. Wil je wat zeggen? Of moet je naar de wc? Of? Nee. The radical revolution, dat vind ik het mooiste. Ja, maar in dit geval niet door elkaar te schieten, hè, maar een revolutie van die zijn voor elkaar. Dat kan ik niet geloven. Oh. en een van de dingen, hè, dus om daarmee te beginnen, hè, ik vind het echt heel knap, omdat uit de permanente werkcommunity eigenlijk daarvoor al, heeft men die zogeheten durfde vragen workshops verzonnen. En in het boek van Adam Grant staat eigenlijk precies hetzelfde, gewoon een reciprocity ring. Dat is iets wat hij in zijn klas doet. Dus dan roept hij een student voor de klas en die heeft een hulpvraag en dan gaat de rest van de klas helpen. Nou, helpen doen dat sowieso al, maar als er een gewoonte ontstaat van iedereen die elke week geholpen wordt, dan gaan ook de competitieve dingen van de individualisten, die gaan overstreep en die gaan dan een ander ook helpen. Dus, ja, ik wou even afsluiten met het laatste boek, want inderdaad, ik heb echt genoten van jouw boek. Van nieuwe termen die ik heb geleerd, het mooiste vind ik wel het onderscheid tussen de econ en de human. En dus dat bepaalde disciplines zijn, zoals de economie, die de mens eigenlijk niet als een mens beschouwen, maar als een rationeel wezen dat uit is op het maximaliseren van het eigen belang. Maar vanuit de psychologie weten we dat de ego niet bestaat, maar dat een mens van vlees en bloed ook altijd gericht is op anders belang. En dat wou ik belaten. Dankjewel.